Dit is een bottle flip. Oftewel, een van de meest simpele trickshots die er bestaat. Deze is al iets moeilijker. En deze trickshot is bijna onmogelijk. Maar of die trickshot lukt, dat zie je later. Want in deze video ga ik namelijk de meest extreme trickshots doen. Zoals de Wii-trickshot, de iPhone-trickshot en de vliegtuig-trickshot. Maar ik begin met de car-trickshot. De naam zegt het al, je hebt een kaart en die moet je weg zien te schieten in een bepaald voorwerp. En bij mij is dat deze target. Al kwam ik er wel gauw genoeg achter dat dit nog niet zo makkelijk was als dat het leek. Bij deze trickshot is namelijk de techniek van het gooien ook heel erg belangrijk. Dus besloot ik dit met behulp van wat YouTube tutorials te gaan oefenen. En terwijl ik dit deed, gebeurde er iets wat ik echt nooit, maar dan ook echt nooit had zien aankomen. Ik deed namelijk per ongeluk een van de ziekste trickshots ooit. Hoe dan? Ik denk dat ik nu al klaar ben voor de target, mensen. Oké, ik probeerde met mijn zojuist geleerde techniek de kaarten in de target te gooien. Maar dit lukte voor geen meter. Totdat er een kaart wel heel dicht bij de target in de buurt kwam. Holy shit, ouwe. En hierdoor kreeg ik weer extra motivatie om door te gaan. En na een paar uur was deze trickshot eindelijk gelukt. Yes! Holy shit! En de volgende trickshot is de vork trickshot, waarbij je een muntje precies tussen een vork moet rollen. Ja, zo moet het dus niet. Het moet namelijk zo. Check dan even hoe sick dat eruit ziet. En om mijzelf dit ook te laten lukken, rolde ik continu muntjes. Veel gingen er volledig naast. Sommige vlogen er zelfs overheen. En na een klein half uurtje muntjes rollen en nog eens muntjes rollen, was dan ook deze trickshot gelukt. En hoewel deze trickshot niet de moeilijkste was, is de volgende trickshot al een heel stuk lastiger. Want dat is namelijk de vliegtuig trickshot. Dit is een vliegtuigje en deze moet door die target. En dat duurt toch wel even, denk ik. Ja, ik zette alles op alles om deze trickshot te ownen. Maar tot mijn verbazing lukte dit nog niet heel makkelijk. Bijna alle vliegtuigjes belanden namelijk naast de target in plaats van er doorheen. En ook had ik al snel door dat bij deze trickshot de gooitechniek ook wel eens heel belangrijk kon zijn. Dus ging ik video's kijken van verschillende vliegtuigvouw-experts. En door deze technieken toe te passen zag ik meteen progressie. Want na dik een uur gooide ik dan toch eindelijk een vliegtuigje in de target. Ja, letterlijk in de target. Maar dit telt natuurlijk niet, hè. Dus bleef ik de hele middag doorstrijden. Maakte ik onbewust nog wat random trickshots terwijl ik het niet eens door had. En na de hele dag vliegtuigjes gooien gebeurde er dan toch eindelijk hetgene waar ik al die tijd op had gewacht. Holy shit, gek! Dat was echt het meest satisfying ooit. Om gewoon het vliegtuigje zo doorheen te gooien. Oké, nu ik de car trickshot, de vork trickshot en de vliegtuig trickshot heb gedaan, is het dan nu tijd voor de iPhone trickshot. Waarbij je een telefoon in de lader moet schuiven. Ja, dit dus. Oké, nu aan mij de taak. En hoewel ik er normaal niet zoveel moeite mee heb om het gaatje te vinden, was het bij deze trickshot wel iets anders. Want het komt namelijk ontzettend precies, aangezien de lader nog maar net in de telefoon past. En dit betekent dus dat je heel accuraat moet gaan schuiven. Op de millimeter nauwkeurig. En ook is het dus enorm van belang dat je dit doet met genoeg kracht. Want anders gaat je telefoon er simpelweg niet in. Oké, maar voordat ik verder ga met deze epische trickshot, neem ik je eerst nog even mee naar een andere trickshot. Die ik, zoals je ziet, heb uitgevoerd in een boevenpakje. Maar daarover vertel ik je in een andere video wel meer. Want nu is namelijk mijn doel om deze CD in de Wii te gooien. Oftewel, de Wii trickshot. En net als de iPhone trickshot komt deze ook heel precies. Maar goed, niks kon mij nog tegenhouden, behalve dat gevangenisoutfitje dan, om deze trickshot te gaan klaren. Want deze trickshot heb ik zo vaak op YouTube voorbij zien komen en het ziet er altijd zo satisfying uit om gewoon die CD in de Wii te jeepen. En ja hoor, dat was hem dan. Ik gooide de CD letterlijk vanaf 3 meter rechtstreeks in de Wii. Oké, en dan nu verder naar de iPhone trickshot, waar mijn telefoon het best zwaar te voortduren kreeg. Want ik had al honderden keren mijn telefoon over de grond geschoven. En ook gaf het zo'n ontzettend demotiverend gevoel om de telefoon er telkens net naast of er tegenaan te schuiven. En op een gegeven moment was ik er dan ook echt klaar mee. Maar wie ben ik om op te geven wanneer ik al zo lang bezig ben? Dus ik ging door. Ik probeerde het zelf nog van dichtbij, maar niets bleek te werken. Totdat er toch eindelijk het bijna onmogelijke gebeurde. En met deze magische trickshot sluit ik de video af. Vergeet niet even te abonneren voor alle moeite die in deze video zit. En on-chan.